Mijn vader nam om de 3-4 weken een doos nibbit mee. En we waren thuis met 7 kinderen, dus die hele doos was ook binnen een dag op. Dit is de plek waar vroeger de oude nibbitfabriek stond. Hier heeft mijn vader meer dan 35 jaar gewerkt. En hij is hier begonnen in 1966. En mijn vader werkte in verschillende afdelingen. Dat ging van het drogen van aardappelen tot aardappels wassen. Tot zelfs het chips kruiden. Dus dat geheime recept van nibbit kent mijn vader. De taal, de Nederlandse taal, waren ze niet machtig. Maar mijn vader hield wel van politiek. En als er weer een debat was op televisie, mocht ik mijn vader helpen vertalen wat er nou precies werd gezegd. Af en toe ook een discussie, wat bedoelen ze nou? Want hij wilde heel graag weten wat er werd gezegd. En voor mij was het ook wel eens lastig. Dat dwong mij, tenminste, dat stimuleerde mij ook om de Nederlandse taal nog beter te leren. En ik heb heel wat politieke termen dus ook zo meegekregen. Dus onbewust denk ik dat mijn vader mij uiteindelijk heeft gestimuleerd om de politiek in te gaan. De woningen die hier gaan landen zijn met name woningen voor mensen met een wat lager inkomen, ook veel sociale woningbouw. Ik heb als raad het heel erg ingezet op woningen voor starters, voor mensen met een middeninkomen. En dat allemaal komt hier straks op deze mooie plek. Voor hem om te stoppen hier was best moeilijk. Omdat het bedrijf inmiddels 2 keer of 3 keer was overgenomen door buitenlandse investeerders. Dus het contact was al wat minder. Ongeveer 2 jaar geleden zijn we hier geweest met de ontwikkelaar. En toen heb ik de ontwikkelaar persoonlijk gevraagd om mijn vader hier te ontvangen. En eigenlijk dat moment dat mijn vader hier werd ontvangen door de ontwikkelaar, door buurtbewoners, door mensen van de gemeenteraad. Ja, dat was voor hem eigenlijk zijn afscheid. En ik ben blij dat ik hem die mogelijkheid nog heb gegeven. Vader is ook een nuchter persoon, maar toen wij samen hier rondliepen, ja, natuurlijk heel trots dat juist op deze plek zijn zoon ervoor heeft gezorgd dat hier woningen gaan komen.